komt even een metro langs, ik weet niet, of een tram bedoel ik, ik weet niet of je het zag, maar er kwamen allemaal vonken van die, hoe noem je dat, stroomkabel af, waar die door stroom krijgt. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, ik ben Jerre. En zoals je in de video van gisteren waarschijnlijk wel gezien hebt, zijn we gisteren aangekomen bij de Oude Wetering. En als je het niet gezien, moet je even daar in het i'tje kijken. Hopelijk heb ik deze keer wel goed gedaan. Hier is hij dus. Ja, we zijn hier gisteren aangekomen en vandaag gaan we weer verder varen. We gaan naar Amsterdam. Om dan 's nachts door Amsterdam te varen. Want alleen 's nachts gaan daar de bruggen open. Want ja, Amsterdam overdag is daar heel druk overal. Dus ja, 's nachts gaan de bruggen wel open en dan gaan wij daar doorheen varen. Dat is altijd wel een leuke ervaring. Dus ik zal even een kaartje hier in beeld zetten. Of misschien even helemaal groot in het scherm. Dat is denk ik makkelijker. Dus nou, hebben we het gezien? Anders moet je even een stukje terug en dan pauzeren. Dan kan je het bekijken. Dat is dus de route die we gaan varen vandaag. En ja, laten we dan maar vertrekken. Wauw, kijk eens waar we nu varen dan. Gewoon heel veel boompjes en plantjes. Hele oever lang. Het regent wel een beetje, maar ja, dit is wel mooi. En aan de andere kant is het minder mooi. Even kijken. Moet ik even opstaan. Oh, sorry. Zo. Daar is het iets minder mooi. Daar heb je wel huisjes en dergelijke, maar het is nog steeds mooi. Dus dit is wel een mooi stukje om te varen. Oh, er zit een druppel op de lens. Nou ja, ik stop even met filmen weer. Hoi joh, we varen hier nu redelijk dicht bij Schiphol. Dat ligt ongeveer ergens die kant op. Dus nu vliegen de hele tijd vliegtuigen over, best wel laag. Er was er ook eentje die best wel recht over de boot ging eigenlijk. Ik was niet op tijd erbij om die te kunnen filmen, maar deze had ik er wel mooi op. Dus ja, dat is wel grappig om te zien. Wauw, kijk. Dit is allemaal van Schiphol. Kijk. Het is wel grappig dat we daar nu dus langs varen. Het waait weer knetterhard natuurlijk, maar nee, oké, het waait niet zo hard, maar het waait wel. Je ziet de hele tijd vliegtuigen langs vliegen en zo. En ja, dat is wel grappig om te zien hier. Dan ben je rustig aan het varen. Daar is het helemaal groen en mooi. En dan hier heb je een vliegveld. Dus ja. Kijk, daar aan de verte. Ik zal even inzoomen. Ik weet niet hoe scherp het beeld er nog is. Maar er zie je heel veel vliegtuigen daar. Voor, ja, ik weet niet of het startbaan of landingsbaan is. Maar er staan er heel veel vliegtuigen. Dat is echt heel bijzonder. Nee, vanaf het rustig varen zie je zoveel vliegtuigen. Daar heb je er ook één. Dan hiernaast heb je natuur. En een boerderij. Kijk hier, dat is het ene vliegtuig. Hij lijkt niet in gebruik te zijn, want al die raampjes zijn dicht. Alle ramen zijn dichtgeplakt en zo. Volgens mij is die niet meer in gebruik, maar
Oh, daarachter staat er nog één. Hoi joh. Heel bijzonder dit. Oh, komt ook weer een brug aan. We zijn nog steeds bij KLM trouwens, hè? Maar er zijn heel veel bruggen hier de hele tijd. Oh, we liggen hier nu bij die brug. Hij is nog dicht, dus we moeten even wachten tot hij open gaat. En ja, dat dus. We zijn nu net daar de brug door. En dan is daar de volgende. En die is nu ook nog dicht. Dus ja. De brug staat nu op rood-groen. Dat betekent dus voorbereiden om te gaan. Ik weet niet of je het kan zien daar. Nou ja. In elk geval, ik zet jullie nu hier neer. En dan gaan we weg. We hebben hier een tijdje liggen wachten. Maar... De camera was net weer gestopt met filmen en ik weet nu waardoor het kwam. Of in elk geval deze keer kwam het omdat de opslagkaartje zat vol. Dus die heb ik nu even een beetje weer wat meer leeg gehaald. Maar ja, we zijn nu dus de sluis uit of de brug doorgevaren. En dan zo meteen komen we bij de toegangsbrug naar Amsterdam. Tenminste, na nog een heel tijdje varen. En dan moeten we daar wachten tot 11 uur vanavond. En dan gaat die open en kunnen we door Amsterdam heen varen s'nachts. Dus ja, dat wordt wel leuk. Dus ik denk dat ik jullie daar weer zie. Nou, we zijn aangekomen bij de brug hoor. Deze brug gaat ons nog tot 11 uur tegenhouden. En dus ja, laten we hem even gaan aanleggen dan. Nou, we zijn hier dus inmiddels aangelegd. Het is nu ongeveer 1:30 en nu moeten we hier dus nog wel een aantal uur wachten tot het 11 uur is. Dus ik denk dat ik jullie dan weer zie. Nou, daar ben ik weer. Ja, het is inmiddels iets over 11, kwart over 11 inmiddels. Ik heb nog een klein beetje geslapen tussendoor, 1,5-2 uurtjes misschien. En ja, ik sta hier nu even op de straat, op de kant bij een lantaarnpaal. Want het is helemaal donker, je ziet helemaal niks. En ja, zometeen gaan we wel weg en dan... Zal ik even een lichtje erbij pakken, maar ik vind het nu een beetje vervelend, want er zijn nog andere mensen die nog half aan het slapen zijn aan boord. Ja, inmiddels staat de brug op rood-groen, zoals je misschien ziet. Houdt dus in klaarmaken. Oh, zelfs groen, dus ik ga weer aan dek, want we moeten zo ongeveer gaan. Yo. Nou, ik ben dus net snel terug naar de boot gerend, want ik zag het licht op groen gaan. Toen was ik net nog op tijd om te horen dat de brug pas om 11:55 open gaat. Dus nu moeten we toch nog 3 kwartier wachten. Maar ja, ik ben weer bij jullie terug zodra we wel gaan.
Helemaal vol hier. Het was even wat gedoe om in de sluis te komen. Of tenminste vast te leggen. Want zoals je misschien ziet, er zitten. Nou, dat zie je niet. Maar er zit een touw waar je vast moet knopen. Die zit redelijk laag. Dus ik moest helemaal over de reling hangen om die te pakken. En dan nog lukt het niet. Maar oké, het is gelukt. Kijk, dit is de situatie met dat touw. Je moet het daar aan vastknopen. Maar vanaf hier is het heel laag. Dus moet je helemaal over de reling heen hangen. En dan nog kan je er niet bij. Nou, dan gaan we weer de sluis uit. Donkere gat in. Hier is het niet meer verlicht. Nou, volgens mij zie ik daar in de verte iets meer licht komen. Het is iets meer bebouwd. Of bewoond gebied, meer richting het drukkere gedeelte van Amsterdam. Dus daar is iets meer licht. Ik kan hopelijk ietsje beter filmen dan dit. Want hier zie je echt geen flikker. Ik denk, hé, ik zie licht. Misschien kan ik wat filmen weer of zo. Maar dit is een tramstation. Dus dat is ook niet heel denderend interessant of zo. Nou ja. Ik zie daar in de verte de eerste brug alweer aankomen. Ik denk niet dat jullie het goed kunnen zien, maar... Nou, we liggen nu ongeveer voor die brug. Waarschijnlijk zien jullie er weinig van, maar... Nou ja, een beetje. Hier moeten we dus even wachten tot alle andere bootjes achter ons zijn aangesloten. En dan gaat hij volgens open en kunnen we door naar de volgende. Ja, de brug gaat open. Kun je dat zien? Ik denk wel dat je dat ziet, toch? Nou, ik zie groene lichten, dus we kunnen erdoor. Oh ja. Daar een stukje verder zie je misschien alweer rood-groene lichten. Daar. Dus de volgende brug is er ook alweer bijna. Die brug staat ook weer op groen, dus het lijkt alsof we in één keer door kunnen. Dus dat zou mooi zijn.
dan gaan we weer door de brug. Je ziet er niet heel veel van, je ziet alleen die lamp, maar goed. Nou, dat was deze brug. Daar een stukje verder zie je alweer de volgende rood-groene lichten. Ik ga niet elke brug voor jullie filmen, de volgende misschien nog wel, want die lijkt nog wel enigszins interessant te zijn, maar ja. Daarna zet ik jullie even ergens neer en dan even een stukje timelapse of zoiets. Ik kijk wel even. Hier is... Oh. Zo. Er komt even een metro langs, ik weet niet of wel tram bedoel ik. Ik weet niet of je het zag, maar er kwamen allemaal vonken van die... Hoe noem je dat? Stroomkabel af waar die door stroom krijgt. Hier, we komen nu duidelijk in een wel iets drukker gedeelte van Amsterdam. Hier is weer de volgende brug. Tenminste de volgende, die ene die ik net aankondigde. Nou, ook allemaal cafeetjes en... dergelijke. En weer door naar de volgende. Ik denk dat ik jullie even op de timelapse zet of iets dergelijks. Nou, we zijn nu bij de laatste brug, de spoorbrug, ongeveer. Er zit nog één ander bruggetje tussen, daarnaast de spoorbrug. Oh, boegschroef. Het schijnt nog wel eens zo te zijn dat die nog wel eens niet open gaat of zo, dus nu wordt het spannend. Het hoopt zich hier nu ook wel een beetje op met boten. Iedereen is nu aan het wachten op deze brug en iedereen propt een beetje bij elkaar. Nou, we hebben net te horen gekregen dat die brug over 3 minuten open gaat. Er werd tijd, want het duurt nu al een tijdje. Ja, de brug gaat open. Eigenlijk is die al open, ik weet niet of je het ziet, maar... even kijken, nou ja, volgens mij zien we het niet, nee. Maar de eerste brug is open, daarna moet de spoorbrug nog open, maar... het is in elk geval een goed begin. Yes, de andere gaat nu ook open. Die zie je wel als het goed is. Jee, dan kunnen we zo aanleggen en weer naar bed, want ik heb koud. Ik denk niet dat je het heel goed ziet, maar dat wat die smurf nu dus aan het doen is... Heeft iemand op de kade getekend? Nou, dat wil ik ook doen. Lekker even slapen. Wauw, vind ik wel grappig. Oké, nou, dit is de laatste brug voor vandaag als het goed is. De spoorbrug. De laatste. Zo. En dan daarna duik ik mijn bed weer in. Nog even een beetje slapen. En weer even opwarmen, want het is toch een beetje fris in korte broek. Ik had ook al lang aan kunnen doen, maar daar was ik te eigenwijs voor. Hier liggen nu ook allemaal andere bootjes te wachten om de andere kant op te gaan. Dus de richting waar wij nu vandaan komen. Ik weet niet of je het heel goed ziet hier, die bootjes, maar... ook hier is het weer lekker druk. Nou, we liggen nu bijna... grote platbodem langs zij en dan gaan we hier overnachten.
Waarschijnlijk zien jullie nu echt helemaal niks van mij, maar goed. Dus ik ga de video afsluiten. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer bij de volgende video. Yo! Klein barretje, achter iets.